Ja, dames en heren, u zult wel denken, maar dat kan me geen reet schelen. Om maar meteen met mijn deur in uw huis te vallen. Beertje en ik hebben een beetje oneenigheid. Een beetje woordjes, hè Beertje? Camping Penis is de laatste jaren met sprongen achteruit gerold. En ik hoef er helemaal geen doekjes om te winden, maar dat komt door de buitenlanders. En ik hoef geen namen te noemen, maar die zijn het ergst. Kijk, vroeger hadden wij een keurig witte camping, maar ja, sinds de allochtone medemensen intree heeft gedaan, is alles behoorlijk naar de kloten geholpen. Zo is het toch? Ja, ik vind dat jij discrimineert. Kijk, dit is nu zo jammer, Beertje Boshout, dat je door me heen praat. Artikel 1 van de grondwet. Oh, hij heeft ook een boek gelezen. Dit zet onze relatie nou zo op scherp, Beertje Boshout. Als jij denkt dat wij vannacht nog gaan chocodippen, nou dan heb je het mooi mis. Loop maar even mee, dan kan ik u het een en ander laten zien. Kijk, onze camping biedt onderdak aan allerlei minderheden. Hier zitten dus bijvoorbeeld de Polen. Die komen helemaal uit Polen. Om hier onze asperges te steken. Ze hebben nou allemaal even pauze. Ze hebben natuurlijk de hele nacht doorgestoken. Trotsky! De heer Laden wordt verzocht zich naar de receptie te begeven. B. Laden, receptie alsjeblieft. Dank u. Nou, dan gaan we maar eens even kijken hoe het zit met de normen en waarden hier op Camping Penisse. Ik zeg gelijk het eerste voorbeeld. Hallo, vind je dat normaal, die radio zo hard? Ja, hè? Leer dan Nederlands, cacaoboom. Het is overlast, die muziek. Hè? Staat te hard? Hebben mensen last van? En hier. Nou ja, joh. Veeg het allemaal maar op de straat. Hè? Ik veeg het gewoon weer terug in je tent. Kijk maar niet zo beledigd. Theepot met je sluiert. Hier zo. Zit er nog één. Gaat die lekker, Gandhi? Lekker hè, als je je wasgoed net te droog hangt. Al die rook. Milieualarm gaat straks af. Vergeet de pindasaus niet. Dove geit. Kijk, dat bedoel ik dus. Schering en inslag op Camping Penis. Kijk eens, mevrouw van der Meer. De boodschappen. Hè, wie ben jij? Ik ben de thuishulp. Oh, de thuishulp. Ik denk al, er komt niemand helpen. Ik heb lekker gesjat gehaald. Zet ik in de koelkast. Ja, dat is goed, kind. Plus geen sim, dan krijg ik het zuur. En prei? Kunt u vanavond lekker prei eten? Ja, lekker hoor. Plus geen prei, maar geen konijn. Hoe laat komt mijn man thuis? Uw man is toch dood? Die is overleden. Waar zet ik de bloempot? Is die dood? Dat hebben ze me helemaal niet verteld. Zal ik het in het kastje doen? Ja, doe maar onder in het kastje. Nou, ik heb dit allemaal even voorgeschoten. Dat is €38,40. Dus ik wil eigenlijk met u afrekenen. Ja. Mag ik uw portemonnee? Die hebben de Duitsers afgepakt in de oorlog. Ja, het was oorlog. En we moesten alles afgeven. Geld, sieraden, papieren. En ik had net een nieuwe fiets gekregen voor mijn verjaardag. Nou, die soldaat fietste er zo mee weg. Ik heb 3 weken gehuild. Gelukkig mocht ik snel op transport. Ja, ik heb veel meegemaakt hoor, over het algemeen. Mevrouw van der Meer, er zit geen geld in uw portemonnee. En ik wilde toch graag met u even direct afrekenen. Dus ik denk dat u even moet gaan pinnen bij de receptie. Weet u uw pincode nog? Ja, die weet mijn man. Oh, kijk eens. Er zit een briefje bij. Dat is vast uw pincode. Ja. Dat is 1984. Oei. Zegt u maar even na. 1. Huh? Zegt u mij maar na. 1. 1. 9. 9. 8. 8. 4. Ja, amahoula. Ik zeg tegen mijn man, je gaat niet heel de dag van die vieze stinksigaren zitten roken hoor. Dan zit iedereen in de walm en ik krijg het niet meer uit de gordijnen. Spanje is leuk als ik me niet hoef te vliegen. Nou, ik doe dat briefje in uw portemonnee. Dan gaan we naar de receptie toe en dan gaat u pinnen. Ja, gaat u maar met me mee. Hop op in die benen. Ja, kom. Waar gaan we naartoe? We gaan pinnen. Waar gaan we naartoe? Naar de receptie. Wat gaan we doen dan? Thank you.
Als jij in het blanke Nederland wil verblijven met je donkere paspoort, dan zou je je moeten aanpassen. Zo ook op camping Pernis. Wij hebben hier hele duidelijke kampregels. Eigen tent eerst. Nou, dat lijkt me duidelijk. Tijdens douchen sluier af. Veroorzaak geen overlast, niet ritueel slachten, niet al te wild plassen. Verboden te stenigen onder de 21 en euthanasie alleen in overleg met de kampleiding. En dat ben ik. Dit is trouwens ook wel heel leuk om even te laten zien. Hier zitten de asielzoekers. Zijn natuurlijk helemaal illegaal. Dus die wachten of ze op de camping worden toegelaten of dat ze teruggestuurd worden met het bootje naar het land van herkomst. Dat bepaal ik zelf. Ik heb alleen nog geen tijd gehad om die hele papierwinkel door te spitsen. Nou, ik vind het vreselijk om mensen op te sluiten. Beertje, die mensen zijn illegaal op de camping. Ja, mensen horen niet in kooien. Beertje, die mensen komen uit Somalië. Die zijn al blij dat ze een kooi hebben. Ze hebben leidingwater, ze hebben witbrood, wij hebben brandblussers. Ik bedoel, het is hier geen Schiphol. Dus wat wil je nou? Ik vind het mens onterend. Nou praat je dus weer door me heen, hè? Hij slaapt. Tik dan harder, Jezus. Dag, bruine vriend. God zij met u. Dank u wel. Weet u ook hoe laat de boot arriveert? De boot? Welke boot? De boot, zal ik maar zeggen. Heeft u soms een waterfiets besteld? Nee. De boot voor de zusters. De Steno Line, de boot uit Engeland. Nee, de boot. De boot des verderfs. De boot waar ik niet over mag spreken. Momentje. Broeders, ik moet een boodschap inspreken, maar ik moet een beetje zachtjes praten. Ik ben namelijk verstopt. Ik zit niet in Afghanistan. Ik zit in een put op camping Pernis in het vrije Nederland. Maar ze zullen me niet vinden, want alle Nederlandse soldaten zitten bij ons in Afghanistan. Ze brengen ons daar democratie. En vrijheid van meningsuiting. Dat betekent dat je alles mag zeggen. Vind je iemand een lul, dan zeg je gewoon, ik vind jou een lul. De ander zegt dan, prima. Of, moet jij weten? Er volgt geen eerwraak. Er wordt geen keel afgesneden en er wordt geen druppel bloed vergoten. Dat zijn normen en waarden. Daar gaat mijn boodschap over. Weet jullie wat dat is? Opzomeren is heel vrolijk. Het is een sociale gebeurtenis. Ja, die je doet met je hele straat. Bijvoorbeeld met jouw buurvrouwen. Nou, je pakt allemaal je rode bezem en je begint jouw stoepje te vegen. Ik tel tot 3. 1, 2. Heel goed. En rond af.
Fatima, waarom doe jij niet mee? Waarom veeg jij jouw stoepje niet? Wat zeg je? Dit is dus weer een typisch voorbeeld van integreren, Fatima. Als jij wilt dat ik jou versta, dan moet jij op de openbare weg gewoon Nederlands spreken. Dat is verplicht. Ja, dus laatste kans. Waarom veeg jij niet mee? Ik ben Fatima. Dat is Fatima niet. Oh. En wie ben jij dan? Want dat kan ik niet ruiken natuurlijk. Ik sta nu gewoon tegen een laken te praten. Ja? Wie ben jij? Dat is Esme. En kan Esme zelf niet praten? Wie is Esme? Wie is Esme? Ja, en wat sta jij te doen met je peen- en uiengezicht? Ik urineren. Ik urineren, ja, dat zie ik ook wel. Oh. Hallo. Ik ben Freddy van der Meer. Ik ben van de kampleiding. We hebben toilet hoor, op de camping. Waarom nou meteen weer zo agressief, Beertje? Nou, wildplas is verboden. Staat op de reglementen. Ja, staat op de reglementen. Als we alle regeltjes zo strikt gaan nemen, is het weer heel erg overdreven naar de andere kant. Denk je niet? Het is hier geen dictatuur. Hallo, lieverd. Heb jij wat te doen vanavond? Ja, ik heb wat te doen vanavond. Oh, nou dat is jammer. Ja, het is niet je uiterlijk hoor. Ik val eigenlijk gelijk altijd meteen op iemands karakter. De hele schepping is één daad van waanzin. Geef mij maar speklapjes met fetusje. Zo. Lekker weertje, hè? Heerlijk. Je bent zeker aan het wandelen. Ja, gek. Ik moet pinnen van de zuster. 50 euro. Mele ouwe, in één keer. Als je je pas geeft, kunnen we je helpen. Nou, dat is aardig. Jongens die je helpen, daar kom je niet vaak meer tegen vandaag de dag. Wat was je code? Die weet mijn man, maar die is dood. Mevrouw, wat was die code? Nee? Snel alstublieft. Hé, hey, Hassan, rustig. Hoe is dat weer? Mevrouw, even goed nadenken, hè. Wat was je code? De zuster heeft een briefje meegegeven met de code erop. Ik moet 50 euro pinnen, want ik moet het terugbetalen van de boodschappen. Zo, heb ik even een helder moment, zeg. Hij doet het. 1200 euro, staan. 1200 euro. 50 euro, hè, jongens. Zo heb ik heel de maand droog brood. Mevrouw, het is gelukt. Hier heeft hij 50 euro. Dat is aardig. Plus uw pinpas. Ja. En uw pincode. Nou, ik zeg lang leven Marokko. Kijk eens jongens, dan heb ik voor jullie nog een kleinigheidje. Voor de moeite allebei 50 cent, hè? Hartelijk voor bedankt. Een ijsje. Zo. Oh, geen dank, wijfie. We helpen altijd. Fijn. Fijn. Ja, is goed, oké. Okay. Ja. Aardige jongens. Dat heb ik weer. Dit heb ik weer. Oh. Help! 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 Mevrouw van der Weertje. Bent u gevallen? Nee, ik heb zwemles. Ligt u er al lang? 3 weken, maar niemand kijkt naar me om. Oh, kom, laat me helpen. Ja. Ik moet echt een hartig woordje met uw zoon praten, hoor. Ja. Hij moet beter voor u zorgen. Ben jij mijn zoon? Ik had toch een witte jongen? Nee, ik ben uw zoon. Freddy is uw zoon. Oh. En hij laat u veel te veel aan uw lot over. Ja. Kom mee. In Suriname doen wij het anders. Wij zorgen voor onze oudjes. Oh? We nemen ze in huis. Dat zijn onze normen en waarden. Mooi. Ja, maar hier in Holland stoppen ze ze in bejaardentehuizen. Ja. Waakvlam of avondrood. Mooie cultuur hebben jullie Hollanders. Kom op, vrouwtje. Nog een klein stukje. Ja. En jij bent al thuis.
Hey. Hi. Ze was gevallen. Oh jee. Oh, wijfje, kom maar. Dan zet ik je weer achter het raam. Ja, wie ben jij? De thuishulp. Bedankt, hè. Graag gedaan, mooie dame. Broeders en strijkers. Hoe kunnen wij als rechtschapen terroristen omgaan met normen en waarden? Ik zal het u zeggen. Leg uw bommen niet bij kleuterscholen. Wacht altijd eerst netjes tot de bus is gestopt. Hou altijd de deur voor iemand open. Ook als hij door de kracht van de explosie niet meer in het gebouw zit. Wees een heer in het verkeer. Dus dames gaan altijd voor wat autobommen betreft. Groet elkaar netjes op straat. Spreek met twee woorden voor je de pin eruit trekt. Piep niet voor in een winkel als een andere broeder eerst wil blazen. Wacht tot het rode licht gedoofd is. Er kan nog een bom komen. En tot slot wil ik u allen oproepen. Discrimineer geen andere broeder op grond van zijn uiterlijk of seksuele geaardheid. Vrouwen natuurlijk wel. Zo. Even kijken of het erop staat. Ja. Altijd mensen die zeggen zo'n abortusboot dat druist in tegen alle normen en waarden waar zo hard voor gevochten is. Ik zeg dan op mijn beurt, het is ook een stukje serviceverlening wat wij als camping aanbieden aan onze gasten. Zo kan je het ook zien, hè Beertje? Nou, en ik vind dat je ongeboren leven niet vroegtijdig mag beëindigen. Oh, onze CDA-muts vindt weer wat. Kom nou maar mee. Auw! Nou, omdat wij hier op Camping Pernis andere culturen dus wel respecteren, hebben we hier speciaal een hoekje ingericht waar gestenigd mag worden. Je kunnen bloed- en eerwraakgebondenen lekker oefenen op levende modellen. Mits ze maar wel binnen de hekken blijven en ze moeten ouder zijn dan 21 jaar. Hallo heren, heeft mevrouw wat gedaan of is dit een oefening? Ja, leer dan Nederlands. Nederlands, heb ik zo'n hekel aan, hè? Nou, jij keertje gooien, ben je normaal, joh. Nou, spuug, gooi ik toch. Heren, gaat eens opzij. Laat maar eens een keer gooien. Zo. Zo. Sorry dat in één keer dood. Beertje, ik gooi in één keer dat hele vrouwtje naar de Filistijnen. Op de kermis weet ik nooit wat hoor, echt niet. Attentie! Attentie! Het dwergwerpen voor vanmiddag is komen te vervallen. Het dwergwerpen voor vanmiddag is komen te vervallen. Dank u. نسيت روحي مسر فيي وبعلي
maar dadelijk heeft hij het langs en er stond nog niemand. Dus, mag ik twee biertjes? Hallo, mag ik twee biertjes? Oh, wat zeg je? Twee biertjes. Sorry, de bar is dicht. Nou, wat lul je nou, man? Je kunt er wel even twee bier tappen. Maar tijdens de optredens is de bar gewoon gesloten. Wat ben je zo'n stoere jongen? Ik heb geen biertjes. Hij krijgt wel bier. Dit is Ronnie, man. Dat is mijn zwager. Hij is getrouwd met mijn zus. En voor familie ben ik open. Zo hoort dat. Zeg, Ronnie. Ken je mij nog? Nee. Is er niemand die je begrijpt? Heb je ook zo'n hekel aan verantwoordelijkheid? Echt, dan hoor je erbij, vriend. Drie keer, hè? Je moet je schamen, schamen, schamen. Shit. Ga door met wat je doet. Maakt niet uit. Kom maar goed. Je bent tof, jij bent cool. Maakt niet uit wat je doet. En als jij vindt dat dat kan, zal het niet overgaan. Als ik jou was, had ik me dus letterlijk doodgestaan. Ga door met wat je doet, maakt niet uit. Kom wel goed, jij bent tof, jij bent cool. Maakt niet uit wat je doet. En als jij vindt dat dat kan, zal het niet overgaan. Bin. Bin, slaap je al? Oh, Bin. Even over het kampgeld. Het is voor jou €40,50. Verbaat in je lama. Ja, maar dat zei je verleden week ook al, hè? Namako is een graslid. Oh, nou, dan komt het volgende week wel. Bin, jelle, natuurlijk. Laat me raden, jij ziet kritiek als belediging. Ben jij die egotripper die alleen aan zichzelf denkt? Samen bestaat niet tot je straks alleen met jezelf bent. Zeg je één ding, vriend. Je moet je samen, samen, samen. Moet je samen. Jij en jij. Wat je doet, maakt niet uit. Kom maar goed, jij bent tof, jij bent cool. Maakt niet uit wat je doet. En als jij vindt dat dat kan, zal het niet overgaan. Als ik jou was, had ik me dus letterlijk doodgeschaam. Ga door met wat je doet, maakt niet uit. Kom maar goed, jij bent tof, jij bent cool. Maakt niet uit wat je doet. En als jij vindt dat dat kan, zal het niet overgaan. Als ik jou was, had ik me dus letterlijk doodgeschaam. Oké, jongens, steek die handjes in de lucht. Gooi ze van links naar rechts en doe het weer extra vlug. Camping Ben is, gooi die handjes in de lucht. Schud ze van links naar rechts en doe het weer extra vlug. Camping Ben is, steek die handjes in de lucht. Schud ze van links naar rechts en doe het weer extra vlug. Camping Ben is, steek die handjes in de lucht.